And the Nationaliger had the control in the district in Paramaribo, Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini de komende dagen opvoeren. Het gaat om een legeroperatie ondersteund door het Korps Politie Suriname, de Kustwacht en de dienst Lands Bosbeheer LBB onder de naam Operatie Marbonsu. Deze operatie die gisteren van start is gegaan heeft te maken met het verhogen van de veiligheid in het algemeen met de focus op de aanpak van de illegaliteit. Vooral in het binnenland zien we dat de ondernemers en bedrijven slachtoffer worden van gewapende overvallen, zegt de luitenant-kolonel Werner Kuasen en is plaatsvervangend legerbevelhebber. Met het verhogen van de veiligheid kunnen illegale activiteiten worden ontmoedigd, natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en productiebedrijven rustig produceren.